percutane PFO-sluiting. In Europa is stroke de derde oorzaak van overlijden na hartziekte en kanker. Cryptogene strokes, dat wil zeggen strokes zonder klassieke etiologie, type carotis pathologie, voorkamerfibrillatie, cardiovasculaire embolen, zijn verantwoordelijk voor plusminus 40% van al de ischemische strokes. Een patent voor ramen ovale is het gevolg van de afwezigheid van fusie tussen het septum primum en secundum na de geboorte. 25% van de volwassenen hebben een patent voor ramen ovale meestal zonder klinische repercussie. Desondanks is de aanwezigheid van een PFO geassocieerd met sommige klinische condities, type cryptogene strokes, migraine, platypneortodeoxysyndroom en decompressieziekte. De morfologie van een PFO is wisselend en sommige anatomische karakteristieken zijn geassocieerd met een groter risico van paradoxale embolen. Een brede PFO, meer dan 5 mm, de aanwezigheid van een rechts naar links shunt in rust of een belangrijke rechts naar links shunt na contrastinjectie en Valsalva. De aanwezigheid naast de PFO van een interatriaal septumaneurysma. De aanwezigheid van een prominente Eustachian valve of de aanwezigheid van een Chiari-netwerk. Patiënten met een PFO en repetitieve diepe veneuze trombose of dragers van elektrodes van pacemaker of defibrillator hebben ook een verhoogd strookrisico door paradoxaal embol. Een transthoracaal echocardiogram met contrastinjectie, bubbels en Valsalva-manoeuvre is het basisonderzoek om een PFO te diagnosticeren. Er worden dan microbubbels gezien in de linkervoorkamer voor 3 hartcycli. Een transoesofagaal echocardiogram geeft meer informatie over de morfologie van de PFO en eventueel de ernst van een induceerbare shunt. 5% van de patiënten met een cryptogene stroke zullen ondanks anticoagulantia of plaatjesremmers een nieuwe cryptogene stroke ervaren binnen het jaar na de eerste stroke. Percutane PFO-sluiting is een eenvoudige procedure met heel weinig complicaties. De procedure gebeurt best transfemoraal, endoscopie en TOEE-monitoring, dus onder algemene anesthesie. De percutane PFO-sluiting is meer efficiënt dan medicamenteuze therapie als secundaire preventie na een eerste cryptogene stroke, vooral bij patiënten met PFO en interatriaal septumaneurysma of belangrijk induceerbare shunt of hypertrofie van de Eustachian valve. Patiënten leidend aan migraine met aura die een PFO-sluiting krijgen na een cryptogene stroke ervaren meestal een belangrijke vermindering van hun migraineproblematiek. Andere, maar zeldzame indicaties voor percutane PFO-sluiting zijn platypneortodeoxysyndroom, hypoxemie met dyspnee in staande positie, verdwijnend of verbeterend in decubitus, meestal na pneumonectomie, emfyseem leidend tot een elongatie van de aorta of ook levercirrose. Bij deze patiënten gaat het bloed rechtstreeks van de vena cava inferior naar links via de PFO. Decompressieziekte. Professionele duikers zijn andere zeldzame indicaties voor percutane PFO-sluiting. En meestal is dat na advies van een gespecialiseerd team. Conclusie. Een percutane PFO-sluiting is een eenvoudige, veilige en efficiënte therapie. Once-in-a-lifetime intervention en beschermt patiënten tegen paradoxale embolen die leiden tot stroke, myocardinfarct of systeemembolisatie.